It's time for VectorsBazen. De VectorsBazen zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm of op je oren. Hoe je deze podcast ook tot je neemt. En we hebben vandaag een iets wat andere. Aflevering voor jullie dan gewend zijn. Het heeft alles te maken met het nieuws dat de afgelopen zondag ons uh, bereikte en de hele vechtsportwereld in ruil heeft gelaten: namelijk het overlijden van Rob Kaalman, uh, een van de allergrootste kickboxers die we gehad hebben in Nederland. Voor mij de reden waarom ik deze sport überhaupt ooit ben gaan volgen. En uh, de man die vannacht bij ons is, uh, had een zeer nauwe en langdurige relatie met hem, kent hem heel goed, Pet Kops. Welkom. Uh, ja, je je kent hem echt al heel lang. Allereerst voordat we daarin gaan duiken. Wat was jouw reactie toen je voor het eerst hoorde dat hij overleden was? Ja, schrok. Ik, uh, het was gisteren dus. Tenminste 31 maart. En uh, opeens krijg je een berichtje van iemand van uh, Roby is overleden. Hey, morgen is het 1 april zeg ik. Ik ja. Ga Gaan geen geintje maken nu. Hè. Hij zei nee, Roby is overleden, overleden in zijn slaap. Ja, ja dat was schrikken geblazen. Ja, 63. 63 jaar, twee jaar ouder dan mij. En uh, ja, als hij in Nederland was, dan was hij altijd kom hij naar me toe en dan uh, zag ik hem ook regelmatig. En, uh, dat was een goede band, al heel lang natuurlijk. Ja. Dus het was schrikkelijk geblazen. Ja. En als hij in Nederland was, want hij woonde tegenwoordig. Nou, volgens mij was hij weer in Thailand. Oké. Okay. Ja. ja. En uh, dat had hij een vrouw, een vriendin. En. Uh, hoe dat ging tussen die twee, dat, ja, daar heb ik ook veel verhalen over gehoord. Dat was ook niet helemaal top, maar dat vind ik een beetje... Dat, dat gaat nou helemaal niks aan. En, uh, ja, de schrik was gewoon groot. En, uh, ja. en dan gaan alle gedachten terug naar vroeger. Hoe je elkaar had leren kennen. En, uh, ja, en het was een, uh, een groot meisje in de kickboxsport. Ja, precies. Want laten we het daar eerst over hebben. Voor de, 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 de verhalen die we legio hebben. Jij vooral met hem. Hoe groot was hij in de kickboxsport? Want ik heb voor mijn gevoel wordt hij wel eens ondergewaardeerd als het over de grotere sporten hebben gekomen. Ernesto Hoos, Ramon Dekkers, Peter Arts, ...allemaal voorkomen terecht natuurlijk komen dan heel vaak bovendrijven... ...als de namen bij mensen als eerste... Uh, ...die het bij mensen als eerste binnenschieten. Uh, Rob Kamer wordt daar niet heel vaak bij genoemd... ...maar in mijn ogen is hij de aartsvader van het Nederlandse kickboksen een beetje. Ja, dat, uh, die, dat vind ik dus ook. Ik uh, denk dat Robby eigenlijk de beste aller tijden is in Nederland... Ja. Ja, die, die Loki introduceerde, hoe hard hij die kon trappen, was niet normaal. En, uh, ja, zeker in die beginjaren, hij uh, versloeg iedereen. Er was niemand die zo goed was als Robbie. Nee. Er was en... niemand, je had hele goede jongens. Bril Jam en Jamal, je had natuurlijk toppers allemaal, Ronnie Kaat. Maar Robbie sprongen toch, uh, die stak er toch schouders bovenuit. Ja. Absoluut. Ja. Ja, als, hoe ik hem herinner was hij eigenlijk een van de eerste... die zowel met zijn handen als met zijn benen... Even goed was eigenlijk. Weet je, en en, en, en daar heel goed was om dat ook te combineren, vooral. Weet je, dat... Absoluut. En ja. hij had gewoon in elke, uh, elke stoot had hij een knockout zitten. zitten. Ja. Links was rechts. Uh, Linker, logic, high kick. Overal zat gewoon een knock-out op de loer bij hem. En, uh, ja, en ook in Thailand was het gewoon een monster. Had ja. je daar niet in? Hij is nou nog bekend in Thailand. Als je Robbie Kamer nog eens buigen. En, uh, ja was een god daar, zo ja, ja tegen alle ja alle uh, grote uh, Thai gevochten van uh, uh, Samart uh, 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 Payap uh, uh, ja noem ze allemaal maar op weet je door de jaren heen en niet allemaal gewonnen maar wel Fanta, veel Fanta Atapong. ja, ja. Uh. Champuek. Uh, drie keer tegen gevochten volgens mij uh, uh, ja, en, ga, en ga zo maar door en we hebben het over al wat dekkers die in Nederland in Thailand op de, op de op de kaart heeft gezet als de vechter die uh, als eerste westeling zeg maar de taai met een eigen spel versloeg in het hol van de Leeuw. Veel mensen dat niet weten, en dat weet ik nou toevallig wel, dan weet je natuurlijk ook dat voor dekkers Dat Robby dus Robbie Kamer daar van al volgt tegen de Thai vanaf begin jaren 80 En dat hij eigenlijk degene is die daar Dekkers eigenlijk heeft geïntroduceerd. Die hem daar naartoe heeft gehaald. Ja, dat uh, heb hij gedaan. Hij heeft Dekkers daar geïntroduceerd. En ja. Hemmers die zijn ook meegegaan in Thailand. En, uh, maar Robbie was al een held daar, toen de tijd al. Ja. En uh, die versloeg in het Lupini Stadion, in het ratsen Stadion. Versloeg hij al grote namen eigenlijk. en uh, Dat was heel uniek natuurlijk. Ook met zijn stoten, ja. die waren ongelooflijk. En die Lokiks. Ja. die waren dodelijk. Ja, het nou. prachtig. En de combinatie allemaal met, met nou, de lichaamstoten en, en de Lokiks. En, en de level change. Hij vocht ook uh, twee stands. Hij vocht zowel South Pole als Orthodox. Ja. Allebei even goed eigenlijk. Wat eigenlijk ook vrij uniek was nog uh, in die tijd. En Savat vocht hij ook nog roepen. ja, Hij was je ook goed in. Ja, Savat, uh, Muay Thai, uh, ja, ook wel Dat uh, was echt een heel all-round jong eigenlijk, weet je wel. Ja. Ook een hele leuke jongen natuurlijk. Ja. Hoe heb jij hem ooit leren kennen? Uh, nou, ik was 18, 19 jaar. Ik ging al naar die, al die galeitjes toe in uh, Edehal. Uh, Makanti had je toen nog. Uh, Polski zelfs uh, ja. waren nog galeitjes in het begin. Dus ik ging daar als 16, 17 jarige naartoe. Ik vond het prachtig. Ik was natuurlijk uh, met mijn worstelen volop bezig. Maar ik werd regelmatig uitgenodigd door de promotors omdat ik een bekertje uit mocht raken. En dat is wat ik nu ook nog steeds doe, moet je nou al die jaren al, 40 jaar, 50 ja. jaar ondertussen. En uh, dus ik raakte ik raak bekers uit, een Robbie of een Vatorst of een Die, weet je, en al die, die winnaars eigenlijk. Ja, dus zo kwam we altijd, uh, zat ik ze even in de kleed kwam, met ze te praten, grapjes werden we. En op een gegeven moment uh, gingen we afspreken, we gingen met de laatste plan op. André Brilleman, Robbie Kamer, een kops gingen met ja, we ze hier de stad. Ja, dan moet wel drie uh, notoren drie ja, Dat je drie mooie <laughs> figuren bij elkaar had. <laughs> maar we waren uh, heel gezond bezig, we dronken een appelsap, een spaatje, dronken we. dronken niet, rookten niet. En, uh, we ja, wel stoelen, de benen inlopen en naar de swings toe gaan, de discotheekjes uh, afstraan en met ze er een beetje breed lopen. Wat zien we er waren? Met drie benkjes. Gewoon op een heel gemoedige, gemoedige manier. Hè. helemaal niet ruzie zoeken, natuurlijk. De meeste mensen konden ons ook wel al, als vechtsporters. En uh, ja, zo gingen we. Ja, zijn we een keertje. Vier, vijf keer samen geweest. gaan ook niet, niet veel vaker ook, maar dat keek me nog herinneren. Zo is het ontmoet eigenlijk. Ja, en, en wat was dan de verhalen die je over Kamer hoort? In, in die fase van een keer dat hij echt. Uh, leefde voor zijn sport. Dat hij echt, echt als een sportman, als, als, een, als een topsporter leefde. En zijn host heeft al ook wel gezegd: weet je, ik heb van Kaalman geleerd wat het betekent ja. om een topvechter te zijn, om, om mee te draaien in de top, wat er voor nodig is. Die heeft natuurlijk twee keer tegen hem gevochten. Uh, dat hij, nou ja, wat dat betreft, dat hij. Uh, echt vol voor zijn sportleven. Heb jij hem ook zo meegemaakt? Ja, zo heb ik hem ook meegemaakt. Bloedserieus, niet roken, niet drinken. Van drugs moest hij helemaal niks hebben. En als iemand als hij drugs gebruikte, waar die niks mee te maken hebben, Nou ja, hij was, was bloedserieus. Uh, ja, dat heeft zich ook omgezet natuurlijk in prestaties. Want het was ook uh, een beest natuurlijk. Conditioneel was hij heel sterk. Ja, bloed serieus, net wat je ja. zegt. Uh, echt voor dit kickboksen leven niet echt allemaal. Ja, hij is vrij laat. Volgens mij met, met zijn achttiende uh, begonnen met kickboksen. We uh, uh, hebben voetbal bij Ajax in de jeugd gespeeld nog. Oh, op een gegeven moment de switch gemaakt naar het kickboksen via Lucien Cabine. Dat was zijn eerste trainer. Volgens mij is hij bij uh, Magiro terechtgekomen op, op zijn achttiende ongeveer. En, en toen is het heel snel met hem gegaan. Want volgens mij begon op 18 uh, vocht hij zijn eerste wedstrijd. En volgens mij op, op zijn twintigste, zo'n beetje, of nee, in ieder geval niet lang daarna, uh, uh, vocht hij al om grote titels. Uh, ja. In 1983, volgens mij de eerste Europese uh, kickboxwereldkampioen. wereldkampioen, toen de tijd nog uh, bij WKA. Volgens mij was het. Uh, en wat maakte hem zo, zo speciaal? Dat hij, dat hij zo snel uh, stappen kon maken in die sport? Ja, het is ongetwijfeld uh, talent gewoon ervoor. Ja. En, uh, ja, ik weet niet hoe die deed, maar. Uh, ik heb hem later nog in de kleedkamer meegemaakt, in Japan nog. Ja. En uh, ja, toen keek ik echt mijn ogen uit eigenlijk. Ik dacht, jezus, wat een coole kikker is dat, wat een beest is dat, weet je wel. Ze We zaten in dezelfde kleedkamer, wij uh, moesten vechten op een uh, ringschala in Japan. Dikkie Vrij was erbij, Chris Dongen was erbij, uh, nog wat jongens. Ja. Uh, en Robbie ook. Robby zat met mij in de kleedkamer. En, uh, we konden elkaar natuurlijk al heel lang al. Jaren, dus het was heel vriendschappelijk allemaal en leuk. Maar toen zag ik hem even dichtbij eigenlijk. Uh, hoe hij zich voorbereidde op voor zo'n partij. Hij was heel cool. Hij kwam uit Thailand. Hij had twee weken niet getraind eigenlijk. En, uh, ja, het interesseerde hem niet. Hij was vol zelfvertrouwen. Hij pakte een hoop centen ja. voor die tijd toen. En uh, dan kijken wij ook wel een beetje van, uh, zo, dat is lekker. Je vriend vier keer meer dan mij, weet je wel, dat is even lekker. En hij was er heel cool onder en uh, ja, petsen in de kleedkamer. En toen gingen die partij maken tegen Kakuda, in Japan ja. En dat was best een hele goede kukushinka jong ook. En het werd een soort MMA partij. En uh, dat bestond hij niet echt toen, dat was Free Fight. Nou ja, Robbie uh, die wist hem neer te halen een paar keer. En op een gegeven moment ligt hij op de grond Kokuro Kokudo. Robbie liet zo vallen met zijn knie in zijn buik. Bam! Ja, dat mocht niet eigenlijk. Maar ja, ze hebben Robbie wel winnaar gemaakt. En, uh, ja, Robbie was ook daar een legende, In Japan ook al. Ja, ja ook veel gevochten in Japan natuurlijk ook. Ik ook, ja. in Japan veel gevochten. En uh, ja, het, ja, ik, ik was uh, onder de indruk toen. Dat ja. ik het zo dichtbij meemaakte hoe die vocht. Hoe cool die ook was. Hoe die de ringen ging. En hoe goed die ook was. En uh, ja, daarna was het weer lachen, kuren, brullen, gingen we naar Roppongi. Gingen we op stap met z'n allen weer en dat ja. was weer lachen, kieren, brullen. Ja. 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 ja, voor mij persoonlijk, en dat hebben we vaak verteld op deze plek. Uh, dat ik verliefd werd op het kickboxen was eigenlijk een wedstrijd van Robby Kaalman. Dus voor mij is hij ook, zat hij ook echt aan het begin. En dat was in, in 1990 toen hij tegen NSO Hoos vocht. En dat was de tweede keer dat ze tegen elkaar vochten. Een paar jaar daarvoor hadden ze al uh, WKA regels. Hè? Dus met die lange broek. Ja, dat was een invalpartaag geloof ik. Hè? Als ik me herinner kan toch. Was het niet zo? Nou, Kaalman het... had een partij iemand en die kon niet. Toen, toen viel je NSO in de eerste keer of zo Was het niet zo? Ik weet niet of dat de eerste keer of dat zo was. De eerste keer weet ik wel. Dat was bijvoorbeeld met die lange broek en die safety kicks. Was dat was ja, echt uh, vol ja. contact regels ja. eigenlijk. Het WKA. Uh, en de tweede keer in 1990. Uh, en toen gingen al geluiden... dat Robbie een beetje over de heel zou zijn. Dat hij... Nou ja, en N.S.O. Hoos was de jonge opkomende ster. Ja. Was ook de favoriet bij de meeste mensen. Die werd verwacht dat hij zou winnen. En, uh, en wat volgde was een fantastische wedstrijd. Um, die over en weer ging. Die... Uh, uh, ja, bij, bijna de momenten hadden we natuurlijk met die snoei hadden low kicks. En Nessa was ook super atletisch en, en een stukje lichter nog dan, dan dat hij later yep. werd. En uh, uiteindelijk wint Kama met, met de knockout in de vijfde ronde met een geweldige, geweldige hoek. En het, ja, ik zag die partij en een vriend van mij had die op VS, dus een videoband. Ik op woensdagmiddag naar school, of zo werd ik veel. Zaten we bij hem thuis die videoband te kijken en ik zag dat. En ik was het eigenlijk nog niet zo bekend. Ik had wel met bepaalde Mike Tyson en zo dan we wel gekeken, maar voor de kickboxen was voor mij nog echt een beetje ja. vreemd. En ik zag die wedstrijd en ik was meteen erdoor gegrepen. Ja. En ook niet alleen het gevecht wat subliem was, maar met Kamer de Kamer door de uitstraling. Dus je hadden een soort van hele coole onoverwinnelijke uitstraling. Als je altijd in controle was, ook al als je... graag, weet je wel, het was ja altijd gewoon stoer, altijd die die opkomt met die met die met die klassieke badjas, maar weet je wel, die Giro Jim, Jassie die en Dan had. Dan dansie erbij van hem. Ja, het was en ik was daardoor daar was ik Meteen gegrepen. En ik heb Ernesto daarover gesproken over die wedstrijd. Weet je? En die zei van ja. Uh, ik, ik was eigenlijk die wedstrijd aan het winnen. Ik stond de punten voor mijn hoek. Zeiden dus ze in die laatste ronde van je moet nu voor de kou gaan. Want je zat achter. En, en dat hij daardoor de aanval zocht. En daardoor. Die was daar nog steeds een beetje bitter om. Maar die was wel tegelijkertijd ook trots op die wedstrijd. Want als hij zie, zo, zie, het ziet. En zo zie ik het ook wel een beetje. Dat die wedstrijd echt een soort van uh, mijlpaal is in de Nederlandse. Gezien is dat die wedstrijd, ja. weet je, als je het door de, door, als er een kanon zou maken van de Nederlandse is, dat die wedstrijd daar wel een hele monumentale plek in heeft, weet je, en dat het, het Kamer was natuurlijk toch was al een grootheid en NsO's ging daarna natuurlijk het lucht in, won, ja. won vier keer de K1 en dat dat echt een soort van kruispunt is geweest in de geschiedenis, heel belangrijk is, is geweest in onze sport. Ja, absoluut. En uh, ja, kijk, gisteren is het dus gebeurd. En ik, werd gisteren, ik had gisteren op Facebook gezet een fotootje van mij. En uh, ja, ik ben verschillende mensen gebeld. Steven Bergenpas, uh, uh, Jan Oosterbaan, Jantje Oudie ja, belde ja. me gelijk op. Um, ja, nog een aantal bekende mensen. Allemaal te vechten hoe het gebeurd was. En allemaal hevig geschokt allemaal. En ik heb ook verschillende mensen gehoord, inderdaad, dat ze... Door die partij van Kamen tegen Hoos. Dat, dat, dat zou ze nooit meer vergeten. Het nee. is echt uh, baanbrekend geweest in Nederland. Een beetje goed ja. kickboksen. Ja, en er zijn ook een aantal momenten geweest in een Nederlands kickboksport. Ik noem ook altijd uh, Badden tegen Rico. Dat met name de tweede keer. Dat het ook, is ook zo'n eikpunt. Omdat dat wat eerst was dat er geloof ik 5 miljoen mensen op nationale televisie naar een kickbokswedstrijd keken ja, ja. in een vol voetbalstadion, dus dat was wat tot not, nooit uh, vertoond was, weet je, de, de, de Nederlanders die de, de K1 aan het winnen waren, ze zijn ook door de geschiedenis heen als je een maakt, zijn er een aantal momenten die de, die eruit springen die belangrijk zijn voor ons, maar die staat voor mij echt, uh, echt vooraan in de rij van, van de monumentale gebeurtenissen die de sport omhoog ja, hebben absoluut, gesteld. Absoluut. Ja. Ja. ja, ongelooflijk. Als we het hebben over Dutch kickboxing, dat is het inmiddels een mondiaal begrip. Hè? In Amerika op sportscholen geven ze oh, les ja. in. Dutch, Dutch kickboxing, kickboxing. Ja. dan denk ik, ik vooral aan boxen en low kicks uh, Is hij daar dan een beetje de, de, de grondlegger van geweest? Ja, of zo? absoluut, want hij was echt missen, low kick Robby was, uh, ik was ja. zo hard trappen, dat is niet normaal. Ja. Ik, uh, in Japan werkte ik al, ik ging die persen bij me ophouden, dit, dat, en heb ik een kus erin genomen. Hij uh, trapte me bijna nog een uh, lens door die kus heen, weet je wel. <laughs> En dan pakte ik me anders bij ze gezondheid, met je linkerbij maar pang, Net zo hard, jongen. Hij trapte zo... Ik liep gewoon mank naar die pet. Ja. Die kunnen waren dik, hè? Hij ja, dat ja. was erin. Dat was echt ongelooflijk. Die buitenmolster ja. is dat, zeg. Ja, ja dat was echt zo'n handelsmerk, hè? De, de logic. Maar ja. vooral de logic waren snoeihard en dodelijk. Maar de manier waarop je ze opzette ook. Ja. ja. Met, met zijn boksen uh... ja links is een paar en dan kwam hij weer een ja. baan van boven naar beneden hakt. Die zit erin gewoon dat was, uh, uniek, ja. Ja, ja het is, is een reactie onder andere van, uh, van Rico Verhoeven natuurlijk nu de, de, de kampioen die zei: Van uh, uh, Robbie Kamer was het tijd ver vooruit. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, absoluut. Ik, uh, die, die loke opzetten, die, die combinaties. Maar hij had een dodelijke, uh, dat zeg ik, links, rechts, uh, linker trap, rechter trap. Had overal een KO in zitten gewoon. Ja. Alles was keihard, of we links of rechts, het maakte niet uit. Nee. En dat was, uh, ja, kom je zo tegen dit. Ja, en, en wat ik heel mooi vond, hem wat hij toen al deed, als je vroeger wedstrijden van kijk wat veel vechters nu nog steeds niet doen, dat hij ook probeerde vechters te lokken. kijk je veel vechters hier die. Maak alleen maar actie. Die gaan maar naar voren en gewoon ja. alleen maar pam, pap, pap en het liefst alles op kracht. En wat, wat Robbie eigenlijk vrij vroeg deed, ja. is proberen te lokken, faken. Ja. Weet je, en dan wachten tot je tegenstander reageert en dan daarop reageren. Ja. En dat, 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 dat is een van de dingen waar hij in zijn tijd ook een beetje mee veruit was. Ja, ik denk gewoon dat zonder meer een van de beste alle tijden is geweest. Ja. En, uh, met uh, Rico top, Peter top, Ernesto allemaal geweldig. Remo Jassi, Sam Schild. Ja. Maar ik denk toch dat Robbie Kaman toch de kraaf is van de kickboxport. Ja. En uh, ja. Ramon dikke natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, voor mij blijft het toch Robbie, ook omdat Robbie persoonlijk heel goed kunnen natuurlijk. Dus, uh, ja, dus je kijkt ook door een roze bril naar Robbie. Maar ja. Hij was ook gewoon het beste. Ja, absoluut. Ja. Wat heb je een favoriete kaman anekdote? Een mooi moment dat je met hem samen hebt meegemaakt. Oh, ik moet ik wel goed aan hoor. Ja, er zijn te veel geweest. Ja. Of je me helemaal van mij. Ik heb heel leuke dingen meegemaakt. Ik, ja. Uh, yeah. Ja, ook in de sportschool bij me, weet je wel. En. Uh, ja, toen dus stond hij weer voor mijn huis, weet je wel. En. Uh, was hij er weer? En had hij plannen, weet je wel. En dan waren die in uh, Spanje, in de uh, stierenvechtarena's. Oh ja, kon, hij, wel, uh, ja. kon hij dus. Uh, ja, kon hij helemaal regelen. En dan waar hij dat ik dus de televisie ging regelen. En dan had hij nog iemand die moest een mes mee gaan regelen. En dan had hij, dan had hij de mooiste plan allemaal. Nou ja, dan zeg ik: eens goed, erop dan. Uh, nou, kom overmorgen, dan gaan we verder praten. Nou, dan kwam je drie weken later. Dat is dus ja, Robbie, kom op, man. Ja. Dat was op een gegeven moment wel jammer, weet je wel. Dan zag ik aan hem dat. Is, is niet helemaal goed met je, weet je wel. En dat was wel een beetje. Ja, dat was met Timo Sassi. Daar was ook keer. Ik wijs ze naar. Dat vond hij geweldig. Hij vond Gaggart een, een geweldig naar. Vond zo'n mooie vechter ook. maar haar zag ze eigenlijk wel een rolletje in de Timo Sassi wel. Ja. En, uh, ik zei: Ja, oké, okay, Rob. Ik ga uh, overmorgen gaan we weer trainen. Ja, ben erbij, kom kijken. Geef eventueel tips aan Gaggart. En uh, ja, we gaan. Maar ja, dan kwam je drie weken later, belde hij dat hij, uh, dat hij het vergeten was vorige week. Ja. Zei, nou, Rob is ze drie weken geleden. Ja, dan wordt het lastig. Dus toen werd het een beetje lastig om te gaan samenwerken. Ja. Nou ja, en toen hoorde ik weer vervolgens niks. Dan zat hij weer in Thailand. Of, uh. Ja, zo ja. ging het een beetje de laatste jaren wel Ja, weet je Dat wel. is het verhaal wat je hoort: dat dit de laatste jaren, met name na het einde van zijn carrière, dat dit niet per se de goede kant op ging met hem. Nee, het was, uh, het was niet meer. Uh, de Robbie, de, zoals ik hem kon aan het beginjaren. Nee, Ook hoe, hoe serieus komt het? als een monnik, en ja. een trainen als een beest. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik uh, geen idee. En, uh, ja, jammer. Ja. Ja. Ik kan me wel een, een, een positieve anekdote: een moment herinneren, hadden we het net even in het voorgesprek over: dat u op een gegeven moment was hier in Nederland. En ik heb net verteld, voor mij was u de inspiratie om die sport te gaan volgen. En ik maakte destijds voor uh, RTL. En uh, It Showtime, door Simon Rus. Uh, toen een, een wekelijkse magazine uh, over de It Showtime evenementen. En het allereerste It Showtime evenement begonnen met de afscheidswedstrijd van Rob Kammer. Weet je ook, toen mocht ja. hij tegen ja, Alex en Ja, ja, in, ja, in, ja, en toen, ja hier uh, Nog Piep Jong, uh, toen werd hij tot winnaar uitgeroepen. Toen gaf hij volgens de Beker aan Ignacio. Vandaar vond zelf dat hij niet gewonnen had. Dat vond ik ook wel typerend. Maar toen was hij bij jou in de gym, toen heb ik jou nog gebeld: van joh, uh, Kammer, is, is, mag ik bij jou langskomen om dat te filmen? Ja, tuurlijk, kom maar. Toen mocht ik hem daar filmen. Was hij in de gym een beetje aan het trainen? Had hij een dame bij zich? Of hij een beetje pets van te houden? En, zo. en uh, uh, Mr. Low Kick. En ik dacht ook van nou: weet je, hoe, wat is het dan? Dat geheim van die Low kick? Mag ik een keer voor jou zo'n Low Kick opvoeren? Dus ik met zo'n trapkussen. Ja, en dat heb ik jou omschreven. Ik had een trapkussen. En hij was toen al wat op leeftijd. Ja, in ieder geval ja, al, al lang ja. gestopt met vechten. En redelijk quasi-nonchalant en koud. In soort van in zijn halve. Hij had wel een joggingbroek aan, maar dat was het dan ook wel. Uitstand bijna. Gaf je me een kick? Nou, ik werd echt door die dojo gelanceerd bij jou. En ik heb wel een paar uur gedacht van ik vind dit geen, ja. fijn, geen fijn gevoel. Ja, dat vertel ik niet al. Ja. Dat ik ben die klei met hem, was dat hij hem op die kussels, jongen, dat was niet normaal. Waar in hemel? Ja. 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 Uh, ik weet ook dat op een gegeven moment, uh, volgens mij 2016, uh, het verhaal dat kickboksen in, in, in Nederland een paar jaar in de ban was gedaan. Hè? Dat, ja. uh, dat er geen groot evenementen georganiseerd mochten worden. In 2016 was het dan voor het eerst was het in de RAI, kwam Glory dan uh, met een groot evenement. En de burgemeester van de Laan, die was daar, de minister van Sport, Edith Schippers. En uh, de grote drie uh, of vier van, van de K1, dus uh, Nester Hoost, Peter Aas, uh, Sammy Schild. Uh, volgens mij was Remy er ook bij, die zaten daar allemaal keurig in de foto. En Rob Kalman, die was niet uitgenodigd. En dat is een foto en die vond ik zo typerend en eigenlijk heel schrijnend. Van dus de K1-mannen, dus van ja. host, arts en schild, uh, om de ring heen. En Robby Kalman stond dan achter de hekken tussenin ja, is... En dat vond ik wel denk, ja, dat jaar. Was... ja. het ja. telt mij alles een beetje over ja, zijn plekje in de geschiedenis en, en, en hoe hij daar een beetje over het hoofd werd gezien. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook uh, net eigenlijk uh, gestopt ook voordat het internet ging beginnen ja. Het internet kwam volgens mij een beetje in 1995, 1996. Ja, en alles voor die tijd. Ja, dat, is, uh, dat moet je allemaal op oude alle videobanden terugzien uit Thailand en. En dat, die, die pech heb je wel een beetje gehad natuurlijk. Ja. Maar Ramon Dekker ook. Ja. Dus uh, ja, die hebben de internetperiode niet meegemaakt. Nee. Dus ik begrijp naar, naar naar Amerika gegaan hè? Los Angeles film kon na een ja, jaar Ja, heb je ook gedaan, joh, Heb je ook nog oh. gedaan? Dat was, echt, uh, dat was echt. op zoek wel, Robby. Ja. En dan heb je ook een hele dag zitten in Amerika? En ja. dat, uh, vind ik Ging best wel goed ook wel. heb film met Van Damme gemaakt? Ja. 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 Het ja, is te veel ja. gebeurd. Ja. Waar is het in jouw ogen, want als je de laatste jaren hoort dat je toch een beetje inderdaad vervreemd was geraakt van die wereld. Je noemde net het verhaal dat hij dan, ja zoals bij Timo Sassi, die op een waar in jouw ogen, is het dan een beetje de verkeerde kant op gegaan. Ja. Dat ook moeilijk om te zeggen natuurlijk. Mm -hmm. Een groot sportman was altijd. Ja. In mijn ogen. Maar misschien uh, dat hij uh, een beetje drugs gebruikte. Dronk. Ja. En het, het was echt uit een boze vroeger. Ja. Had al die ja. dingen waar hij vroeger afstand van hield? Echt, daar waar hij helemaal niks van weet. En... Maar ja, ik kwam toen wel eens bij hem en dan vond ik hem toch wel heel erg uh, verward. En dan had hij een snotneus en dan ging hij naar het toilet. En dan, uh, uh, yeah. Ja, ik denk erop, is, er is wat een hand wat niet goed is met je, weet je wel. En uh, ja, dan, net wat ik zeggen dan kwam hij twee, drie weken later kwam je pas weer. Dat hij overmorgen zou komen, kwam hij drie weken later. Uh, weer verward en dit. En ja. Weet je, het gaat niet goed zo. Nee. Dus dat heb ik wel een klein beetje aan komen. En ik, zag, ik had maar de hoop, ook omdat ik heel lang niet gezien had. Ik denk, nu gaat het weer goed, weet je wel. Maar ja, en ja toch, het schijnt toch niet zo goed te gaan. Nee. Ja, het schijnt toch dat hij uh, een beetje afgekleed was. Ja. Nog een beetje zelfdestructief gedrag uh, ja. gehad. Ja. Zonder hè? Ja, heel jammer. Van iemand die, uh, die zo groot is geweest en ons ja. eigenlijk op de kaart heeft gezet wat betreft kickbox. Ja. Hij ja. 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 Ja, was een mooie ambassadeur voor de kickboxsport. En uh, ja, moeten we moeten hem gewoon uh, ja. zo goed mogelijk blijven herinneren. Dat uh, ga ik ook zeker doen, weet je wel. En, uh, want ik heb hele mooie tijden met hem meegemaakt. En uh, zo blijf ik hem ook herinneren gewoon. Ik weet ook niet waar hij uh, begraven gaat worden. Of... Daar heb ik ook nog niks over gehoord. Nee, is op dit moment nog niet bekend. Het? Nee, ik weet niet. Uh, nee. nee, ik hoop in Amsterdam. Ja, ja, natuurlijk geboren getogen hier, dus is echt in Amsterdam, ziel. dus kunnen we zelf daar naartoe gaan om afscheid te nemen van hem. Ja. En, uh, want hij blijft wel in mijn hart natuurlijk. Ja, ik, absoluut. Ja, dat begrijp ik als je elkaar al, uh, ja. nee, wat is het uh, weer meer ja, 40, 40 jaar kind? 40, 45 jaar. Misschien kennen we elkaar 43, 42, 43 jaar. Ja. En dat is een hele tijd. Ja. we zagen kan niet dagelijks, we belden ook niet dagelijks. Maar ja, we, we bleven toch grappig. Als we ook al zagen, we waren we helemaal gek waren we, we blij. Uh, ja, één ding weet ik nog. Hij was toen op de sportschool nog bij maar toen moest ik naar de Apple Store toe. Toen heb je nog een uh, iPhone van me gehad, daar zo. stel van mijn stuk en die hoe te de Mijn telefoon moest gemaakt worden en toen. Uh, ja, toen mocht je van mij zo'n dingetje uitzoeken. Mocht je van mij een uh, iPhone uitzoeken. Dat ja. vond ik zo duldig eigenlijk. Nou, dat was hij heel blij mee. En, uh, ja. Ah. Ja. Dus dat. Maar ik was blij dat ik hem kon geven, weet je. En hij uh, was helemaal happy mee. En, uh, ja. en daarna heb ik hem weer uh, drie maanden niet gezien of gesproken. Ja. <laughs> dat ja. ging er toen een beetje. Dus een beetje een paradijsvogel geworden eigenlijk. Ja, ja. 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 Als je nou hebt, geloof ik, uh, 97 overwinningen in, in zijn carrière gehad, waarvan 77 knockouts, ga daar ook maar eens even aan staan, 77 ja. knockouts, ongelooflijk aantal. Als jij als, als een, een jonge kickbox-fan of fastspot-fan uh, die je Rob Kaman niet kent, nog nooit van hem gehoord hebt, uh, wil overtuigen om Rob Kaman uh, te gaan volgen of zijn wedstrijden te, te gaan bekijken, welke wedstrijd kies je een uit? Die moet je zien, want dan ben je binnen. Ja, dat zijn veel wedstrijden gewesen. Ja. Heel veel. En is een mooie, uh, mooie afmaking met een low kick dan de onder. En, uh, maar ja, die van Hoos was natuurlijk wel heel erg. Uh, ja, sprak maar af. Heel mooi. Maar uh, er zijn nog veel meer partijen. Ja. Dus, uh, ja, ik denk best wel dat er nog genoeg terug te vinden is op internet. Hè? Er is best wel veel te vinden. Ja, ja. Ja. Ik, gisteren toen we nou, in, in de melancholische bui nog even de ja. YouTube gaan doorspitten en zo. Er zijn heel veel wedstrijden, highlights en, en dingen van hem te zien. Weet je. En, uh, in, volgens mij 96 won hij nog een keer dat uh, K2-toernooi in Parijs. Ja. Drie partijen op een avond, waarin hij uh, ook twee van drie partijen op knockout wint. Ook met name, na nou, die laatste wedstrijd won hij dan met de high kick, de eerste partij met low kicks. Uh, ah, natuurlijk, geweldige wedstrijden daar met Chong Pueck. Uh, weet je, met, met, met die andere types die, 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 die door de jaren heen is tegengekomen. De partij met Denesse de Hoost. Ah, ja, dat is cool die gozer. Want ik had het over Japan toen en dan pakte die eventjes 20.000 dollar eventjes. Ja. Nou, hij pakte vier, vijf keer meer dan ons eigenlijk. En hij moest een week daarna hij moest gelijk door naar Parijs en dat had jou ook weer gevecht. Dan krijg je ook weer 20.000 Nou, dan kijk je ah, toch, jezus, want in die tijd uh, werd er helemaal niks verdiend. Hoor, hè? En dat was toch wel wat hoor, die Ruby die pakte gewoon uh, elke maand een partijtje voor 20.000 dollar ja. weet je wel. Dus het voelde me wel stoer. Ja. En dat verdiende hij ook, want dat was gewoon ja, een beest. Echt een ja. beest. Ik weet niet hoe het was gegaan als hij echt was gaan uh, MMA. Nee. Dat, uh, dat heb je eigenlijk nooit gedaan dan. Ja, een beetje in je ja, pakt ja. een beetje, maar... Echt het MMA heb, heeft hij nooit meer gedaan, dat heb je nooit meer meegemaakt eigenlijk. Dat was nee. na zijn carrière een beetje dat. Ja, en ook daar was hij misschien een monster geweest, ja. want het was ook een sterke jongen en kun je zo natuurlijk. Dus is, uh, maar ja, het is niet meer uh, nee, nee. te natuurlijk. Nee. Als je, als je was het net over het Rico dan zegt, dan, nou, hij was een tijd ver vooruit hè, met zijn stijl van vechten. Met zijn stijl, zou hij in, in de huidige tijd nog potjes breken? Jazeker, ja, zeker. Als hij uh, nu nog de ring in zou gooien, zou hij nog heel veel jongens uh, slopen. Ja. Ja, als hij dan met jongen was geweest, ja, goede condities. Ja. Toen hij zijn primers. ja waren primers. hoor, dat was gewoon een monster geweest. Dat hij gewoon. Uh... Ja. ja, het lullige was toen die partij die vloog van Peter Smit toen eigenlijk. Ja. In Japan. En dat was, eigenlijk had hij die partij niet moeten doen. Was hij geblesseerd en uh, had problemen met zijn vrouw daar in Thailand. En dan was hij toch die partij gaan doen eigenlijk. Tegen Peter Smit. was een. Ja, Tiende tien ronde ging hij neer, geloof ik. Uh -huh. dat, was, dat was heel wat. Ja, en tegen Jan Wessels. Heb je nog hele zware partijen gemaakt, eigenlijk? Ja. En, uh, ja hij verloor toen een keer in de eethoofd van Jan Wessels. Ja. Dat was zo gaaf wat hij zelf had georganiseerd, volgens mij. Ja, Komt en dat? toen was ik eigenlijk wel een beetje flubberkes na afloop. Ja. Want heel sali bleef en Robbie had verloren. En toen Zag ik Amsterdammers, ah, zag ik hem gaan die kamer, toen knapte ik eigenlijk een beetje af op de mensen, weet je wel. Ja, ja godverdomme, we zijn allemaal Amsterdammers, we komen voor Roby kamer die die er geen Jan Wessels. Die was een opkomend talent was dat, die Jan. En die was heel taai die Jan, en die Jan die wist hem op een of andere manier te verslaan in de laatste ronde. Nou jongen, iedereen ging uit zijn dak jongen, en toen had ik zoiets van, jee, yeah, we zijn mensen voor rot. Mensen willen gewoon, je je bek gehad, als jij kampioen bent, de man bent. Ja. Dat vinden ze helemaal niet leuk als je wint. Nee. Want je wint al je bent de kampioen. Nee, ze hopen gewoon, je hebt je bek die gehad. Verlies, ja. En dat heb ik altijd meegenomen met, met, met mijn worstprotoken. Ja. En, als uh, motivatie. Uh. Ja, en toen had ik die sport zelf, hè, vanaf 1985. En toen worstelde ik dus ook nog wedstrijden. En uh, ja, ik kreeg ook die, die spanning en die druk op mij, wat ook steeds groter omdat die hele sportschool ging kijken, op zaterdagavond op de kaars zucht. had ik een worstelwedstrijd van Hercules. Daar hij bij 20, 30 man extra. Ja. Kijken naar mij. Niet kijken of ik ging winnen. Nee, dat was normaal, ik won altijd wel. Nee, ik kijk of ik op mijn rug ging. Ja. Dat is een keer gebeurd. Nou, dat vonden ze geweldig allemaal. Ja. Zonden ze gewoon op te wachten voor de deur op de Je verloor een beetje. Ja. Ja, mensen toch voor rot houden. Ja, eigenlijk wel, Het is heel bitter. Zieke mensen allemaal. Ja. Wow, wauw, ze ja. hopen gewoon dat je je bek gaat. Ja. Maar dus ik kan zo. ook weer de motivatie zijn om juist te Ja, zo maar bewijs, ik vond het niet leuk meer op een gegeven moment. Die spanning werd te groot, die druk. Ik denk, weet je wat, ik ben zo midden twintig in de gaan doen. Ik ga lekker in nee. mij. Ik ga lekker die jongens coaten. Ik vond het niet leuk meer. Nee. Ook omdat ik gezien dat toen mijn Robbie toen en zo, weet je wel. En gewoon bekende jongens, hè? ik ga geen namen noemen, hè? maar die Robby goed kennen. Die liepen jagen op die spotlaten. Ik denk: wat is dit nou, nee. Ja. Nee. Als je de ja, mensen man. goed leert kennen, ga even die ramen. Ja. Zo is het wel. Ja. <laughs> ik wil niet heel depressief van nee, doen. Nee, nou, nee, nee Nee, 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 ja, Maar dus... dat staat me nog bij toen. Ja. Uh, die patatige wissels, ja. ja. Ja, en dat was eigenlijk een periode dat hij al een beetje afgeschreven was. Toen was je al. Op z'n Ja, en daarna heeft hij het nog wel best wel overal veel wedstrijden gewonnen. Jawel. en Successen gehaald. Ja. Een wedstrijden tegen tegen die Canadees ook alweer. Thériault. Thériault, ja. Uh, en, en ja, zo nog wat. En nog inderdaad, nog, volgens mij ook nog in die periode nog had Fouck, inderdaad ook nog gevochten. Ja. Geweldig. Het had het net over die periode, daar ook nog, nog even op terughaken. In de Galas, in de Edebaan. weet je, Jab Edehal, ja. Makanti, de Krasse Polski, uh, Sport Alles uitlaten later nog. Weet je, het sport is nu fantastisch geprofessionaliseerd en op een hoog niveau qua productie en media. zo. Ik vind dat de, de meest romantische periode van, van het kickboksen. Het, weet je wel, mannen met sigaren, vrouwen met bontjassen. Weet je, wel? Nou, dat, hoe, hoe waren die momenten? Die, die hoe was dat in die tijd? Ja, in die tijd mocht je gewoon roken binnen. Dan ja. <laughs> mocht je gewoon roken in het vliegtuig. Dat was niet normaal eigenlijk. En uh, ook in de sportholler werd er gewoon gerookt. Er werd gewoon langs de ring zaten dus Ja. Ik ga geen namen noemen, maar ik weet één mannetje die zat al met zo'n dikke stik die aan die ring altijd. <laughs> weet je, ik bedoel maar zo. Dat was zo heel apart eigenlijk. Ja. En uh, dat was helemaal normaal. Dus kan je nu niet meer terugdenken allemaal, natuurlijk. En uh, dat mag ook niet nooit meer zo zijn natuurlijk, want het heeft niks sport te maken. En, nee, maar uh, toen was het ook normaal Dat is ja. gewoon normaal. Ja, Dus uh, ja, we heel apart. Ik ben blij dat ik meegemaakt heb allemaal. Ja. En dat is uh, wel fijn eigenlijk. Ik kon natuurlijk een beetje aan lullen zijn al. Ja. Uh, maar ik heb wel alle goede dingen meegemaakt nog. Wat ja. nu allemaal minder aan het worden is. Eh? En, uh, wat niet meer te doen is nu. Normaal haasje kunnen krijgen of, of dit. of Weet je? Kijk, hoe gek haasje we leven, jongen. Kegel in Amsterdam. Dit. Ah, <laughs> Het is gewoon echt een show, jongen. Ik ben echt blij dat we die goede taart ook ja, mee hebben gemaakt. Ook mooi. Uh, dan tot slot. Hij zit inderdaad als een van de pioniers van het Nederlandse kickboksen. Van de grondrecht misschien wel. Van de Dutch style kickboxing met zijn boksen low logics. Uh, als hij er niet was geweest. Was het dan zich misschien niet zo raar. Maar was Nederland dan qua niveau net zo groot geworden. Als het het nu is. Qua aanzien. Mm. Nee, misschien niet. Nee. Misschien niet. Kijk ik zou wel zeggen. Ramon Dekker die is ook. Uh, maar net wat jaar zegt. Robbie heeft hem naar Thailand toe gehaald en alles. Als Robby er niet had gedaan, dan had Ramon misschien ook nooit zo goed geweest. Of, uh, misschien had er nog een ander opgestaan die heel goed was. Maar Robby was echt wel ja, de absolute top, de ja. absolute man van mij. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat we zeiden, uh, wereldkampioen, Muay thai, kickboksen, uh, full contact, 97 overwinning, 77 knockouts. Um, ja, fenomeen. De Johan het kickboksen, je had, had het niet mooi kunnen zeggen. Ja. Uh, Bert, dankjewel dat je hier uh, je, je verhaal wilde komen vertellen en je, je ervaringen met hem uh, met ons wilde delen. Uh, ik begrijp dat het voor jou ook een moeilijke tijd is, dus uh, sterk te wensen in deze, ja, toch verdrietige ja. tijd. Ja, moet gewoon janken, man. Ja, natuurlijk, dat geeft helemaal niks. Echte mannen mogen gewoon emoties tonen. Bert, dankjewel. Uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze podcast. Uh, weet je nog niet goed wie Rob kamers is? Verdiep je erin, ga op YouTube, ga kijken. En uh, wees net zo uh, bewonderend en, uh, en, en uh, ja, vol lof over deze man als dat wij hier zijn. En dan uh, wil ik alleen zeggen, tot de volgende hoes.